Hallo guys, ik ben in Turkije, Antalya, voor Red Bull Club Diving. Oh my god, ik heb er zoveel zin in. Ik ben alleen super moe, want het was een heel vroege vlucht. En ik heb ook niet zoveel tijd, want we gaan direct naar de eerste activiteit. Ik ben eigenlijk nog maar net toegekomen in het hotel. Ik ben nog even een beetje aan het opfrissen, want dit hoofd, dit kan gewoon niet. De eerste activiteit is een boottocht en van op de boot gaan we dus de professionele atleten kunnen zien. Want er is dus echt een wedstrijd aan de gang. En zij duiken dus echt van gigaplatformen die echt meters hoog zijn. Ik ga jullie straks alles beter vertellen. Maar ik ben echt super excited voor het tripje, dus blijf zeker kijken. En het was een heel leuke vlog, ik voel het nu al. We zijn onderweg naar de boot. Ik ben heel benieuwd. Het is ook super warm, dus ik moet even wennen aan deze temperatuur. Want België is kei koud nu. En hier is het 30 graden. Ja. Wel echt zalig. Er staat gewoon een heel buffet klaar voor ons. Dit is echt gek. En Red Bull, daar heb ik echt zin in. I need it. Kijk die boot, hoe mooi. Dit is het leven. Let's swim! Yeah. Het water is echt zalig. Oh. We gaan direct voor een hoge sprong. Al een beetje oefenen voor morgen. Pandaboot. Ik weet niet hoe ik ga springen. Denk gewoon recht, want anders komt het niet goed, denk ik. 2, 1. Oh, ik heb mascara aan. Niet goed. Zalig. Oké, okay, we zijn aangekomen bij de platformen. Daar dus de duikers van gaan jumpen vandaag en morgen. Daar zie je ze al. Ze zijn echt hoog. Oh my god. Het is echt van een rots. En dan is er zo'n platform opgebouwd. We gaan nu dichterbij en dan kunnen we van op de boot kijken naar de duikers. Molly gaat nu jumpen. Zij is mijn favoriet. Ik hoop dat ze wint. Een klein bootje naar daar, naar de overkant. En dan kunnen we van daar kijken en ik mag Molly ontmoeten. Ah. We zijn iemand vergeten. Hier zijn de platformen. En ik ga Molly zien. Ik ga een paar vragen stellen voor jullie voor de vlog. We klimmen nu naar het hoogste platform waar de duikers van springen. Dit is 27 meter hoog. I love your outfit. Thanks. Oh my god, the Crocs. I love it. Nice to meet you. Oh my god. I'm standing here. It's welcome. So have you been up here yet? No. Okay. My we gotta take her to 27 meters. Oh. Let's, Careful. Careful. All the best. No, we have to crawl for a bit. We're gonna go slow. Okay. As long as you feel confident,
you could do anything, you know what I mean? I love the view. Isn't it pretty? Like, if you're ever scared, it doesn't matter because it's pretty outside. It's pretty neat. But I'm not so scared. Right? Okay. Yes. You're doing good. She's doing so good. I'm shocked. Oh, she's so scared. Not? Yeah, yeah, yeah. But she needs cameraman help. Never dies. You're fine. Woo, okay. So now I am seeing the bottom. Wait, you're way braver than Niall was. Oh, what? But we're going to stop at the bowl to be careful. Yes. And that is 27 meters. Wow. Crazy. Have you ever jumped from this height? I have not yet, but okay. It's my goal. Is it when goal? I turn 27 next year, I'm wow. going to do this. Yeah. Oh my gosh. Crazy. I don't even like being on 27. No, it's too high. Yes. Oh. So, your thoughts? Woo! Woo! She's so, got the adrenaline. Yeah, I love it. But I have one more question. Yes. Tomorrow I will get a diving workshop and I need to jump from 5 or 10 meters. Yes. But I have never jumped in my life because I'm a runner, so I don't know anything about diving. Okay. Do you have any tips for me? Oh, I do. I would say just keep everything as tight as possible. Okay. And be confident. Have fun. Okay. That's what people forget is like when you try new yes, things. That's true. Try to enjoy it because yes. 5 meter won't hurt no matter how you land. I okay. mean, purposely don't land on your booty no. or whatever. But if you're just tall, tight, have fun, you're gonna do great. Okay, and just like jumping straight is the best thing to yeah, do? Yeah, I would do arm swing. Arm swing? Yeah, okay. Arm swing. And then in the air, your arms are like an airplane. Oh. So these help you balance. Okay. So you wanna use them in the air. I like to keep mine out in the side. Okay. And so jump up, arms on the side. Enter. And okay, yes! Thank you. I will try that. Okay, now we're gonna. I'm too yes. scared on the edge. Woo, she's so brave. Oh my god, ik heb gewoon op het hoogste platform gelopen. Ik besef het nog niet. Maar je hebt het toch ook gedaan? Ja, ik moest. Verplicht. Verplicht dat je een keuze moest volgen. It's dinner time. Ik heb me heel snel klaargemaakt. We hadden niet veel tijd. Dus op events leer ik me echt snel klaarmaken. Ik heb dit kleedje aan van Essentiel met mijn rood tasje. Lekker baggy, lekker comfy. Love it. En we gaan nu gaan eten en we gaan naar een restaurant. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb heel veel honger, dus ik ben excited. Goedemorgen iedereen, we zijn de volgende dag en vandaag is zo'n spannende dag. Ik ben me nu aan het klaarmaken, want ik ga zelf gaan cliffdiven. Dus de persoon die jullie gisteren hebben zien springen, ik ga hetzelfde doen. Alleen niet van 27 meter, want dat zou ik niet overleven. Er zijn platformen van 5 meter en 10 meter waarop ik mag oefenen en waar ik van mag springen. En geloof me, 10 meter is echt heel hoog. Ik ben in augustus gaan oefenen voor het cliffdiven. Ik heb daar een privéles gekregen van een ervaren cliffdiver. En ik moet zeggen, dat was super scary, super eng. Ik heb daar van 2 meter gesprongen, 5 meter en ook van 7 meter. Maar dus nog nooit van 10 meter. En ik ben echt benieuwd of ik dat ga durven vandaag. Maar voor ik dat ga tonen, wil ik jullie eerst even mijn trainingsbeeld tonen. Want geloof me, dat was de moeite. Oké, vandaag is de oefendag. Ik ben nu met een professionele duiker en hij gaat me leren duiken. Niet zo duiken, maar echt van hoogtes duiken. Om dat dan in Antalya te kunnen doen. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik heb net al ratslagen en zo moeten doen. Hij was ook al bezig over salto's en zo, maar ik ben zo bang. En uiteindelijk gaat ze van daar boven springen. Gast! Dat is 7,5 meter. Besef, die duiker zelf is van 29 meter al gesprongen. Zo'n natuurlijke cliffs. Beetje koud. En wat is de temperatuur? It's cold, but it's refreshing. Gaat dat lukken? Ik jump die zal
salto hier doen. Dit is echt te eng. Ik kan dit niet. Wow. Oei, oei, oei. Dat was wel al. Dat was pijnlijk. Ja, dat was okay, en, een beetje veel, maar ik heb het wel gedaan. Oh! Yeah. Wow! Goed! Ja! Ja! Het is heftig, ik besef niet wat ik aan het doen ben. Ieder is maandag. Oké, dat is waar. Dank je, man. Haar Apple Watch was gevallen op de bodem van het zwembad, dus 4 meter. En die dude heeft dat gewoon even gaan halen binnen de 10 seconden. Crazy. Oh! Liefje, wat is er gebeurd? Ik ben fout neergekomen van 5 meter. Op mijn rug. Altijd heel veel pijn. En nu ben ik helemaal aan het trillen van de stress. Dit is de stressvolste sport dat ik ooit heb gedaan. Oké, we gaan beginnen met straight jumps, maar van boven. Ik ga het hoogste platform doen, 7,5 meter. Guys, okay. Ik heb het nog nooit in mijn leven gedaan. Ik heb nog nooit aan iets gesprongen, dus ik stress mij dood. Ook al is het maar gewoon een rechte sprong. Kijk, ik ben nog helemaal aan het trillen. Liefje, je kan het, oké? Okay? Maar dat komt echt hard aan. Oh! Dat was een goede laatste jump. Ja, high five. En nu op naar Antalya. Ja. Ja, dus dat waren mijn trainingsdelen. Ik was echt super trots op mijn Barani dat ik kon op die soort van ratslagachtige salto. Maar ik kan er dus enkel van 2,5 meter. En dus zeker niet van 5 of 10 meter. Dus ik denk dat ik gewoon een rechte sprong ga doen straks. Of misschien kent de duiker die mij straks les gaat geven nog andere makkelijkere sprongen die ik kan proberen. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Vandaag is ook een hele leuke dag, want Simon is er bijna. Hij zit nu op het vliegtuig. Normaal kwam hij gisteren al mee, maar hij had last minute een event. Dus hij komt vandaag af. En dan kan hij vandaag nog meegenieten van alle leuke activiteiten. Vandaag zijn het ook de finales van de cliffdivingwedstrijd. Dus super cool. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ik ben nu mijn haar even strak bij je aan het doen. Ik heb mijn badpak al aan. Ik heb een zwemt-shirt met lange mouwen zelfs mee, want... Ik was gisteren dat ik 5 minuten in de zon en ik was al helemaal verbrand. Dus ik ga me goed insmeren, goed beschermen tegen de zon. En dan zie ik jullie straks. Oh. Ik heb echt veel stress voor het klimrijden, oh my god. Maar het is wel leuk natuurlijk. Dus arriveert. Er gaat nu een bootje ons komen oppikken. En dan gaan we naar de platformen waar het gaat gebeuren. En waar ik dus training ga krijgen van Orlando. En dat is blijkbaar een heel bekende duiker. Heel professioneel ook. Dit is zijn Instagram, dus dan kan je het even checken. Zie je deze platform? Dat zijn ze, oh my god. Die 10 meter is echt hoog. Dit komt niet goed. Jawel, het moet goed komen. Hier. Even energie indrinken. Santé. Ready for diving? Yes, I'm ready. Have you ever done any dives? I did one workshop in August. Okay. And then I jumped from 2.5 meters, 5 meters, and 7 meters. Okay. And I did like a Barani. Oh. But only at 2.5 because I climbed from 5 and I hurt my back really bad, so I'm not gonna do that again. Okay. So we're just jumping. I think just jumping. Very yeah. Cool. Here we have 5, and the other one is about 10 meters. Oh no! Never so did that. Let's do 5 meters and see how it goes. And see how it goes. And yes. Then from there we see if we take the step higher. Yes. Why not? Perfect. Ik sta nu op de 5 meter. Dit is echt al hoog. Ik ben echt aan het trillen van de stress. Oh my god. Hier moet ik dus afspringen. En daar boven mij is de 10 meter. Ik weet niet of ik die ga doen. Oké, maar ik ga het gewoon proberen. Let's go. I did it! Oké, dat viel eigenlijk echt wel mee. Het is gewoon heel koud. Hij zegt dat ik nu de 10 meter mag proberen. Ik tril echt van de stress, maar ik ga het gewoon doen, denk ik. Guys, ik ben 10 meter hoog en ik ga hier afspringen. Help! Oh my god. Dat is echt fucking eng. I don't know if I'm gonna do this again.
Oké. What the fuck? Ik vlog de hele tijd. Dat was echt eng. Holy shit. I did it. Oh. Oké, ik ga het nog eens proberen, want het was niet de beste jump. Maar ik heb mijn angst nu al overwonnen, denk ik. Ah. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik denk dat ik scheef ging of zo. Maar het deed niet zoveel pijn. Het was gewoon... Oké, ik heb het nu 2 keer gedaan van de 10 meter. Ik weet niet of ik het nog eens wil doen, want het doet toch wel een beetje pijn als ik land. En ik krijg heel veel zout binnen. Ik vind de 5 gewoon veel minder eng dan de 10. Daar ben ik meer confident of zo. De 10 kan je gewoon nog heel veel in de lucht bewegen en dan kan je fout landen. Dus dat is niet zo nice. Bij de 5 valt er wel mee. Even een watertje. Ik wil nog 1 laatste jump proberen en dat is dus die pike jump. Maar ik ben heel bang dat ik op mijn poep ga landen op het water, want je moet dus je benen vooruit strekken en dan stijf naar beneden gaan. Maar omdat het maar 5 meter is, ja, want 10 meter ga ik dat echt niet doen. 5 meter moet je dat heel snel kunnen doen. Dus het kan een fail worden, maar dan is het gewoon de laatste jump. Of het kan lukken. Ik ben al blij dat ik van de 10 meter heb gedurfd. Dus ik ga dit gewoon nog eens proberen en dan is de missie geslaagd, denk ik. De klim is echt al heel eng. Oké. Was super leuk. Thank you, Orlando. Cool. Daar zitten dus de judges, de jury, voor straks. En dan daar zijn de platformen die jullie gisteren al hebben gezien. En dus daar is het eigenlijk de final ronde straks. En die gaan we ook mogen kijken, dus heel cool. Kijk, zie je hier. Simon is aangekomen. Je hebt net mijn duiksessie gemist. Ja, jammer. Maar ja, ik moest... Ik ga een vliegtuigje nemen. Maar hij is er. Hij is letterlijk hier voor 1 dag. Dus ik ben echt super dankbaar dat hij toch niet is gekomen. We gaan nu even naar het buffet iets eten. Simon heeft honger. Ik kan niet wachten. We zijn arrived. Hier gaan we de finale kijken. Simon is mee. Hij heeft het nog nooit gezien, hè? Nee, het is de eerste keer dat ik het ga zien. Dus ik ben heel benieuwd. Spannend. We zijn terug op de hotelkamer en ik ben in loopkleren. Binnen exact 3 weken loop ik de marathon van Amsterdam. En vandaag stond er dus eigenlijk een loopje gepland van 5 of 6 kilometer. Ik had het eigenlijk deze ochtend doen om 7 uur 's ochtends, maar ik was zo moe en had zo weinig geslapen dat dat gewoon niet meer was gelukt. Dus ik heb nu 1,5 uur de tijd voor ik klaar moet zijn. Dus ik dacht, laat ik nu gewoon 1,5 uurtje lopen. Ik weet gewoon niet waar ik moet lopen, want de straten zijn super druk, maar... Ik denk dat ik gewoon langs het voetpad ga lopen, 3 kilometer heen, 3 kilometer terug ofzo. De view is wel amazing. Dus dat wordt leuk. En vanavond is het ook een party, een afscheidsfeestje. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ik ga nu vlug gaan lopen. Dit is jouw sign om te gaan lopen en om vol te houden. Want kijk mij hier lopen in 28 graden. Ja, ik ga sterven. Can you meet me halfway? Meet me halfway. De laatste avond hebben we ons klaargemaakt. Ik moest me echt snel klaarmaken, want ik had echt letterlijk minder dan 1,5 uur omdat ik was gaan lopen. Dus mijn haar is er een beetje nat. Maar we zijn dus nu aangekomen in het restaurant. En hier gaan we eten en daarna is het de afterparty. Een visrestaurant, toch? Ja. Komt goed. Ja. Ik eet heel soms vis als vegetariër, maar ik ben er gewoon geen fan van. Dus... Komt goed. Jij bent ook geen fan van vis. Nee. We zullen het wel zien. Simon houdt van het dessert. Nee, pak maar. Het ziet er minder lekker uit dan het smaakt. Het lijken champignons met olijven, maar het is iets met appel en kaneel. Ik vind het lekker. Let's go to the after party! Thank you.
should know that your mama don't like you and she likes everyone. Thank you.